Goedemorgen, hier zijn we weer met een nieuwe Rosso's Running Channel. In de tijd van corona is het een beetje lastig geweest om wedstrijden te maken. En ik kwam er nu achter via internet dat er een King's Day Virtual Run was. We mogen zelf de afstand bepalen, zelf onze snelheid bepalen, eventjes bewijsje doorsturen en je krijgt je medaille opgestuurd. Nou, kom een startnummer mooi uitprinten, wat wil je nog meer? Ik zou zeggen, we gaan er nu mee beginnen. En ik hoop nog veel meer van dit soort runnetjes te doen, want het is alweer veel te lang geleden. Ik zeg, go!
Nou, we zijn Bargeressa uit. Ik ben nu bij het Noordbarger Bos. We gaan hier even een mooi rondje doordoen. En dan denk ik dat we richting de wijk Delftlanden gaan. Wij gaan weer verder.
it's a stain. Thank you.
Nou, we zijn nu net het Noordbarge Bos uit. Ik ben nu onderweg naar de Delftlanden. We gaan even over de rondweg heen. Leuk trouwens, alles in oranje. En dan gaan we even door de Delftlanden. Ik denk dat ik dan af richting Nieuw-Amsterdam pak. Of richting de Rietlanden. Maar we kijken eerst wel even hoe het in de Delftlanden gaat. Want met deze virtual King's Day run mogen we zelf beslissen waar we langs gaan. Oh. Nou, wij gaan weer door. Anders komen we natuurlijk nooit aan het eind.
Nou, we zijn nu bijna bij de Rietlanden. Ik sla straks linksaf de Rietlandense rondweg op. En ik denk dat ik hem dwars door het winkelcentrum heen steek. En dan via het fietspaddy. Nou, richting Emmema denk ik. Van Nieuw Amsterdam een beetje te gattig. Het is warm weer. Ik ben weer net een maandje begonnen. Na wat vervelende blessures. Waar ik nu alweer een beetje last van heb, maar boeien. En dus ik sla hier straks zo linksaf. En dan laten we jullie even een klein stukje Rietlanden zien.
Nou, 9,85 kilometer. Het is toch even weer wennen nadat je iedere keer 5 kilometer hebt gelopen. Dus vorige week 15 kilometer gedaan. Nou, ik denk dat wij deze King's Day run afsluiten met een heerlijk rustig pasje richting huis en daar het denkbeeldige finishstreepje overgaan. Dat is weer een mooie run. We hebben een half stukje Emmen gezien. Nou, ik denk kilometertje of 11 ook wel genoeg is. Tot aan de finish dan. It's a sting.
dat was weer een heerlijke run. 11 kilometer. Nou, redelijk hard ervaren. Maar ja, lekker even door het bos heen. De Rietlanden, de Delftlanden. Nou, ik ga even lekker uitrusten. En ik hoop dat we zo snel mogelijk weer een nieuwe video hebben. Met een prachtige omgeving. Wedstrijden, ja, dat zal de eerste komende tijd nog wel niet lukken. Misschien zelfs september niet. Wie weet. Dat zien we wel hoe het gaat. Maar ik ga nog wel een paar leuke plekjes opzoeken. Om in ieder geval ja, de prachtige natuur eens eventjes te bekijken. En te bewonderen. Vooralsnog een hele prettige dag verder. En tot de volgende keer.